Ja, over een maand is het zover, het ABN AMRO Tennis Tournament. Tevreden over het deelnemersveld? Ja, heel erg tevreden. Met 16 spelers uit de top 30, waarvan 4 uit de top 10. Daar zijn we heel erg blij mee inderdaad. En dat merken we ook in de kaartverkoop. De reactie op social media, maar dus in de kaartverkoop is heel erg positief. En we hebben gewoon af en toe mooie verrassingen dat we een heel mooi breed deelnemersveld hebben. Zoals 2 jaar geleden. En opeens komt de Federer laatst minuut erbij. En we houden daardoor altijd de wildcard achter de hand. Ook weer dit jaar. En dan kijken wat er zo na de Australische Open gaat gebeuren. Is er nog de verwachting dat er een topper komt? Een Federer, een Nadal, een Djokovic? Ik kan er geen percentage over geven, maar dat is wel een reden dat we een onverwachte topper willen aantrekken. Daardoor houden we die wildcard gewoon vast om te kijken wat er gebeurt. Maar er is altijd de mogelijkheid dat je opeens dat mailtje krijgt. Ze weten dat we willen dat ze komen spelen. Daar sta je voor open en daar ben je dan klaar voor als het dan gaat gebeuren. Een van de andere wildcards gaat naar Robin Haase. Nou heeft Robin Haase niet zijn allerbeste jaar achter de rug. Niet getwijfeld om hem een wildcard te geven? Nee, hij staat voor mij nog steeds wel nummer 1. Maar niet zo duidelijk als alle andere jaren. Voor mij maar een paar plaatsen boven Tan en Griekspoor. Maar Robin was al 11 jaar en dit wordt zijn 12e editie. Was hij trouw bezoeker bij ons. Heeft een paar goede wedstrijden gespeeld. Hij hoort gewoon bij het toernooi. Dus geen seconde over getwijfeld dat hij de wildcard zou krijgen voor de komende editie. Maar kan hij zijn oude niveau weer halen? Ja, dat weet je niet. Misschien wordt hij wel geïnspireerd bij ons op Center Court. Heeft natuurlijk van Murray al gewonnen. Heeft de eerste set van Federer gewonnen 2 jaar geleden. Dus ik hoop dat hij de komende weken goed gaat spelen. Wat vertrouwen krijgt. En dat hij bij ons een mooie stap gaat zetten. Weer terug naar die top 100 en dan uiteindelijk naar die top 50 toe.